De muur verdeelde de stad in Oost- en West-Berlijn. En niet alleen Berlijn is verdeeld, in die tijd loopt door heel Europa een zwaar bewaakte grens. Een grens die direct na de Tweede Wereldoorlog ontstond toen het Duitse leger was verslagen. Dat werd gedaan door twee grootmachten. Vanaf de ene kant Amerika, geholpen door andere westerse landen. En vanaf de andere kant de Russen, die in die tijd een groot rijk hadden, de Sovjet-Unie. Ze splitste Duitsland in tweeën, in Oost- en West-Duitsland. Berlijn lag in Oost-Duitsland, maar een deel mocht westers blijven. De Russen hebben de macht en leiding in de Oost-Europese landen, ook in Oost-Duitsland dus. De Duitsers daar zijn niet vrij, zoals de Duitsers in het Westen. Iedereen moet zich houden aan de strenge regels die voor de Sovjet-Unie gelden. Honderdduizenden Duitsers vluchten daarom naar het Westen. Steeds vaker wordt er geprotesteerd tegen de machthebbers in het Oosten. Haal die muur weg, geef alle Duitsers de vrijheid. En plotseling, ja eigenlijk heel onverwachts, gebeurt dat. Eindelijk. De macht van de Russen was langzaam maar zeker minder geworden. Op het nieuws wordt omgeroepen dat de grens opengaat. Duizenden Oost-Berlijners gaan er direct op af. Ze kunnen het bijna niet geloven, maar het is echt. Eindelijk mag iedereen erdoor. Familie en vrienden die elkaar jarenlang niet hadden gezien, kunnen elkaar nu weer omhelzen.